Het Korps Politie Suriname, KPS, is vandaag in de Royal Ballroom van Hotel Torarica gestart met de RAP Social Crime Prevention Training, RAP. Het staat voor Resistance and Prevention Program en is een regionaal misdaadpreventieprogramma ter bevordering van activiteiten voor misdaadpreventie en bestrijding van geweld in het Caribisch gebied. De RAP wordt gefinancierd door de Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en wel via het Caribbean Basin Security Initiative, CBSI. Naast Suriname wordt het programma ook uitgevoerd in Trinidad en de Bahama's. De RAP-training richt zich op het verruimen van de capaciteit van burgers, politie en andere overheidsfunctionarissen om samen te werken aan het voorkomen van criminaliteit en zo de veiligheid in de buurten te verbeteren. Lilian Wiebers, directeur van het PADF-programma, het belast is met de uitvoering van de RAP-training, zegt dat het nu de beste tijd is om dit programma uit te voeren. Vaak genoeg rennen we achter zaken aan. Dingen gebeuren en dan treden we op. Ik ben ontzettend blij dat wij in Suriname het RAP-programma kunnen uitvoeren. Misdaadpreventie. Want wanneer het gaat om crime, dan is het niet alleen het werk van de politie. Ja, de politie moet dit doen, de politie moet dat doen. Dit is gebeurd in een wijk. Maar het gaat voornamelijk om samenwerken. En dat is de kern van dit programma. De interagency collaboration, dat is waar het om gaat. Dat communities, dat burgers van het land samen met de politie optreden. En dat we voorkomen dat misdaad gebeurt. Het programma heeft een aantal componenten. En deze componenten, zoals dialogen met voornamelijk jongeren. Dialogen in wijken, dialogen op scholen, gesimuleerde rechtszittingen die we met de jongeren doen. Politieinspecteur Brian Isaac, die korpschef Agnes Daniel vertegenwoordigde, verrichtte de officiële opening van de RAP-training. Isaac zegt dat deze training volledig past in het beleid van het politiekorps, gezien het preventief karakter op het gebied van sociale criminaliteit. Als we kijken naar het programma en de onderwerpen die aan de orde zullen komen de komende 5 dagen, dan zijn wij ervan overtuigd dat uw skills en vaardigheden zal bevorderen. Maar met name skills en vaardigheden op het gebied van netwerken, proactief handelen en denken. Wij verwachten een zekere meerwaarde aan deze training, dames en heren. Het is ook in de verwachting dat u uw kennis zal vergroten. En met name is het een oproep om het toe te passen in de praktijk. Tijdens uw dienstoefening. Maar ook om datgene wat u zal aanleren deze week om dat te delen op de werkvloer. Politieinspecteur Brian Isaac. Hij opende vanmorgen de RAP-training van het KPS in het kader van misdaadpreventie. De training wordt vrijdag afgesloten.